Weet jij hoeveel kleuren de regenboog heeft, Bert? Ja, 7. De regenboog heeft 7 kleuren. Hoe jij? Ja, dat heb ik wel eens ergens gelezen. Nou, tel ze dan maar eens. Ja, dat is goed. Nee, weet je wat, Ernie? Ik noem de kleur op en jij telt dan, hè? Dus een rood, dat is de kleur van tomaat. En op een heleboel verkeersborden zit ook veel rood. Weet je wat dat is, Ernie? Wat? Moet je horen, dat is een wit bord met rood in het midden. Wat is dat voor een bord? Een wit bord met rood in het midden? Even denken, ik ken wel een wit bord met een rode rand. Nee. En die staat voor een straat waar je niet in mag. Ja, dat maar een wit bord met rood in het midden, zeg je? Een wit bord met rood in het midden. Wat is dat voor een bord, Ernie? Raad dat maar. Een wit bord met rood. Ik weet niet wat dat voor bord is, Bert. Ik wel. Een bord met tomatensoep. Volgende kleur van de regenboog, Bert. Oranje. Hoeveelste kleur was dat ook weer, Ernie? Je telt helemaal niet. Nee. Bert. Rood, dat was 1. Ja. En oranje, dat is 2. Nou moet jij raden, Bert. Ik, hè? Ja. Het is oranje en er zit een witte rand omheen en een zwarte. Dat weet ik. Ik ken bijna alle verkeersborden, dat weet ik. Dat is een voorrangsbord. Als je daar op rijdt, als je op een weg rijdt waar zulke borden staan, Ernie, dan moet iedereen op je wachten tot je voorbij bent. Bedoel je dat, Ernie? Nee, ik was er nog vergeten bij te vertellen dat het ook heel lekker smaakt. Nee, hoe kan dat nou? Een verkeersbord, dat kan je toch niet opeten? Maar een Engels dropje wel. Kijk, daar heb je zo'n bord, Ernie. Kijk, vlug daar. Zie je wel. Kijk, dat lijkt precies op een lekker Engels dropje. Ja, een Engels dropje. Maar er zijn ook een heleboel Engelse dropjes die niet op een verkeersbord lijken. Ja, en ook een heleboel verkeersborden die lijken helemaal niet op Engelse dropjes. Oh, Ernie, vlug. Dus je bent... De regenboog gaat weg. Dan kunnen we niet meer verder tellen. Vlug. Ik kan hem nog net zien. Geel. Dat is 3. Ja, en is een 3 geel? Geel is nummer 3. Oh, ja. Schiet nog op. Waar een tellenbed, weet je dat wel? Ja, groen. Ja, groen. Groen, dat is nummer 4. Blauw. Dat is 5. En nog eentje, paars. Dat is 6. Ja, of violet, dat zeggen ze ook wel, violet of paars. Hoeveel heb je nou geteld, Ernie? 6. Ik heb 6 kleuren geteld. Ja. Net op tijd, want nou is die weg, de regenboog. Nou, dan hebben we niet goed geteld, Ernie. Dat kan niet, want een regenboog heeft 7 kleuren. Nee hoor. Dat hebben we niet. Nee. Veel meer. Hoeveel dan? Wel 100.000 miljoen. En net zeg je 6. Ja, maar tussen die 6 kleuren in, hè, zitten ook nog weer allerlei kleuren. Ah, en hoe heten die kleuren dan? Weet ik niet. Mag je zelf verzinnen. Nou goed, maar nou is hij weg, Ernie, de regenboog. Ja, omdat het niet meer regent, Bert. Nee, maar de zon die schijnt ook niet meer. Nee. Het is ineens heel saai weer geworden. Ja, maar dit komt... De regenboog... Ga maar weer lezen. De regenboog is er alleen maar als het regent en de zon schijnt. En dan schijnt de zon door de regendruppels en dan krijg je al die mooie kleuren. En als je hem ziet, kinderen, dan moet je ook maar fijn kleuren tellen en er leuke dingen bij verzinnen. En als de regenboog er niet is, dat geeft niks. Want er is toch zoveel te zien als je naar buiten kijkt? Ja, Ernie, maar de bestuurder, die mag niet naar buiten kijken. Want die moet goed opletten. Jawel, hij mag wel naar buiten kijken, maar niet naar alles. Ja, wel naar buiten kijken om op de weg te letten. Ja. Maar niet om zich heen kijken. Ja, het fijne kinderen, dat jullie lekker niet hoeven te sturen, hè? Want dan kan je fijn overal naar kijken. Kijk, een Bert, die leest liever. Maar dat kan je net zo goed thuis doen. Hè? Dan hoef je niet voor op reis te gaan. Maar Bert leest nu eenmaal graag, misschien jij ook wel. Want lezen is ook fijn, want dan maak je allemaal spannende dingen mee. Terwijl je toch gewoon rustig zit. Oei! Bert is in slaap gevallen, geloof ik. Moet je horen wat hij zegt? Hij zegt wat, geloof ik. Hé? Wat? Oscar. En... Hoor je dat, kinderen? En ik heb geen en tijd... En hij praat in zijn slaap. Voor je, want we zijn aan het... Zullen we even luisteren naar hem? We praten tegen de kinderen, Oscar. Dus we hebben geen tijd nu voor je. Bert droomt natuurlijk van Oscar. Weet je wie dit is, Oscar? Oscar Mopperkont heet hij. En dit is een heel leuk, lief, klein beestje. Oscar. Die altijd moppert en in een vuilnisbak woont. Maar ben je niet boos meer, Oscar? Heeft ruzie gemaakt met Oscar. Dat ik tegen je vuilnisbak opreed. Met dat, daar kon ik niks aan doen. En ik wist toch ook niet dat jij erin zat. Toen kenden we je toch niet. En dat,
Het viel toch ook nogal mee, want ik reed toch ook heel zachtjes. Oscar, lieve Oscar. Zullen we hem maar wakker maken? Zullen we Bert maar wakker maken? Want het is Oscar, een beetje gemeen, hè, om te luisteren als iemand in zijn slaap praat. Wat een mooie duif, Oscar, daar. Moet je niet zo hard praten, Oscar, want anders dan hoort hij ons. Duifje, 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 duifje. Bert ziet altijd duiven, zelfs als hij slaapt ziet hij duiven, want Bert is gek op duiven. Duifje, dit is Oscar en ik ben Bert, duifje. Roekoe, 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 roekoe. Roekoe, doe dan. Roekoe, 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 roekoe. Oh nee, wordt hij misschien wakker, hè? En het komt ook zo. Heeft het ook over mij, hoe je wil? Hij doet niet roekoe, roekoe, Oscar. Hij doet niet. Ik loop wel naar hem toe. Zo. Wat praat hij raar, hè? Oh. Wat praat Bert raar, hè? Dan vliegt hij weg. Bert vertelt een beetje raar, maar dat komt omdat hij droomt. En dan haal je vaak alles door elkaar. Maar dat is juist het leuke van dromen. Maar, weer slapen. Maar ik zal het even precies vertellen hoe het ging. Want toen Bert de vuilnisbak met Oscar Mopperkont omvergereden had, toen hebben we Oscar met vuilnisbak en al achter in de auto gezet. En toen hebben we een leuk eindje gereden. En toen heeft Oscar verteld waarom die in een vuilnisbak woont. Want wie woont er nou in een vuilnisbak? Nou, Oscar dus. Nou, en hoe het verder met Oscar Mopperkont ging, dat vertellen we een andere keer wel, want we moeten nu spelletjes met jullie doen, want anders vervelen jullie, hè? En om dan naar Bert te luisteren die aan het slapen is, dat is natuurlijk niet zoveel aan, hè? Of zullen we nog even naar hem luisteren? Nee, ik ga weer naar huis nu, Oscar. Want Ernie is niet gekomen. We moeten kijken of Ernie, waar Ernie is. Nou, ik ben hier, hè? Weet je wat? We gaan Bert aan het schrikken maken, dat hij wakker schrikt. Want als hij allemaal blijft slapen, dan ziet hij helemaal niks van de reis. En dat is ook jammer. Dus we gaan met z'n allen een vreemd geluid maken en dan schrikt hij zich een hoedje. Daar gaan we, hoor. Weet je wat, zoals we geleerd hebben met koeien, eenden, kwaken en honden blaffen? Daar gaat hij. Daar ga ik, hoor. 1, 2, 3. Allemaal. Waar ben ik? Je bent in de auto, Bert. We zijn op reis. En jij was aan het dromen. Nee. Weet je droomde van Oscar. Oscar Mopperkont die in de vuilnisbak woont. Helemaal niet, droomde niet van Oscar. Helemaal niet, Ernie. Oh nee, wat droomde je dan van? Ik zat in een trein en ik keek naar buiten. Nee, daar heb je helemaal niet van gedroomd. Ik heb zelf gehoord dat je van Oscar droomde. Ja, maar ik heb van een trein gedroomd. En daarna stapte ik in een auto. Maar ik wil weer doorslapen, Ernie, want ik zat net zo mooi te dromen. Oh, nou. Dan ga ik weer slapen. Nou, wat moeten we nou met Bert aan? Die willen alleen maar slapen, hè? Maak me straks maar wakker. Hé, maar dan vertel ik jullie even hoe het verder gaat met Oscar Mopperkont, hè? Oei. Dat vertellen we dan een andere keer wel. Want deze kant is bijna vol. Moet je me opletten, hoor je straks. Kadadik. En dan is de kant vol. En dan moet het omgedraaid worden. Moet je opletten, daar komt-ie, hoor.